Vandaag zijn er veel updates uit de richting van Kupjansk. Hier zetten Russische troepen hun aanvallen voort om richting Kupjansk en de Oskil Rivier te bewegen. Hun belangrijkste doel is het innemen van de stad en het hele gebied ten oosten van de rivier, waardoor ze een cruciale bufferzone tot aan de Luhansk grens kunnen controleren. Voor het Russische commando is volledige controle over deze grens een van de belangrijkste doelen van de zogenaamde speciale militaire operatie. In het zuidelijke deel van deze regio is Kislivka de belangrijkste vesting. Russische troepen vallen deze vesting niet direct aan, maar lijken te hebben besloten om het dorp vanaf de zijkanten aan te vallen en proberen het te omsingelen. Om dit doel te bereiken, voeren Russische troepen aanvallen uit rond Tabaivka aan de zuidelijke flank en rond Orleanske aan de noordelijke flank. Met betrekking tot Tabaivka. Nadat Oekraïense reserves werden ingezet om Russische troepen tegen te gaan en de Russische doorbraak te lokaliseren, stabiliseerde de situatie. Nadat de frontlinie stopte met terugtrekken, zetten Oekraïners hun tegenaanvallen voort en recente rapporten geven aan dat Oekraïense troepen zojuist een groot deel van het terrein hebben heroverd. Recente geolokaliseerde beelden tonen een hoge intensiteit van Oekraïense aanvallen in de omgeving van de weg, met name FPV drone en artillerieaanvallen uitgevoerd door het Da Vinci Wolves bataljon. Als we naar de topografische kaart kijken, zien we dat Oekraïnse troepen lokale hoogtes gebruikten om vuurcontrole over het laaggelegen gebied te vestigen, wat het moeilijk maakt Russische troepen te bevoorraden die de heuvel proberen op te komen. De hoge druk van de Oekraïners leidde tot terugtrekking van de Russen, waardoor ze konden oprukken, controle over het gebied nemen en een mogelijke Russische opmars vanuit het zuiden afsnijden. Bovendien stelt deze prestatie de Oekraïnse troepen in staat hun logistiek en controle over de zuidelijke flank van Kislivka te verbeteren. De tactisch gunstige posities stellen Oekraïners ook in staat de linie met minder middelen vast te houden en meer troepen toe te wijzen aan andere frontpunten. Met betrekking tot de noordelijke flank verzamelden Russische troepen naar verluidkrachten in een boomlijn ten noordoosten van Orleanske ter voorbereiding op een aanstaande aanval. Het Russische doel was om vanuit het noorden een flankaanval uit te voeren om voorwaarden te scheppen voor een omsingelende beweging of zelfs insluiting van Kislivka, waardoor Oekraïense troepen in en rond deze vesting in een zak terechtkomen en de ineenstorting van de hele defensieve linie veroorzaken. Echter, Oekraïense verkenningsploegen ontdekten een ongewoon hoog aantal Russisch personeel in het gebied, wat leidde tot een onverwacht krachtige tankaanval door de Oekraïense strijders van de 54e gemeganiseerde brigade. Geolokaliseerde gevechtsbeelden tonen hoe twee Oekraïense tanks de regio binnenkomen vanuit het zuiden en de Russische posities van dichtbij zonder weerstand doorkruisen. Het is belangrijk op te merken dat er geen Oekraïense mijnruimingsapparatuur te zien is in de beelden, dus de Russen zouden waarschijnlijk kort daarvoor dezelfde bomenlijnroute hebben genomen. Bij het bereiken van het einde van de boomlijn lijken de twee tanks te coördineren om dezelfde punten aan te vallen op hun weg terug. Bovendien wordt geen Russische artillerie getoond, dus het lijkt erop dat ze geen tijd hadden om te coördineren, en de laatste fragmenten van de beelden tonen Russische soldaten die lijden onder Oekraïnse mortiervuur en proberen te evacueren. Echter, ondanks dat de Russen uit het gebied werden verdreven, is er geen visueel bewijs van Oekraïnse infanterie die de boomlijn innam, en volgens de laatste updates bevindt het gebied zich nu in een grijs gebied. Met deze tankaanval slaagden Oekraïnse troepen erin het grootste deel van de opgebouwde krachten te vernietigen en eventuele geplande offensieve acties richting Kislevka te ondermijnen, althans op korte termijn. Maar gezien de aanvalspatronen van de Russische troepen zijn verdere Russische pogingen hier zeer waarschijnlijk in de toekomst, dus de Oekraïners moeten de verdediging en surveillance in dit gebied versterken. Bovendien toont het feit dat Oekraïnse troepen gemotoriseerde aanvallen uitvoeren ook aan dat ze hun vermogen behouden om zwaar materieel naar de oostelijke oever van de Oskil-rivier te transporteren, ondanks vernieuwde Russische inspanningen om de Oekraïnse logistiek in dit gebied te beschadigen. In het bijzonder zijn er meldingen van recente aanvallen op nabijgelegen bruggen, zowel over de Oskil-rivier als de weg naar Kupjansk. Deze weg is een hoofdaanvoerroute voor Oekraïnse troepen. Het Oekraïense commando ziet het belang van logistiek hier en heeft bevestigd dat een belangrijke brug over de rivier, beschadigd door een Russische glijbom, nu hersteld is. De brug kan nu zware voertuigen aan. Ondanks Russische aanvallen op Oekraïense posities en logistiek, behouden Oekraïense troepen hun gevechtsvaardigheid aan dit front, houden de contactlijn stabiel en heroveren zelfs het initiatief op punten. Twee relevante Oekraïnse aanvallen op de noordelijke en zuidelijke flanken van Kislivka vernietigen de kansen op aanzienlijke Russische vooruitgang vanuit dit gebied richting Kupjansk. Hopelijk houden Oekraïnse strijders hier de verdedigingslinie even strak vast in de komende weken. Echter, Russische troepen verschoven onlangs plotseling hun focus naar de zuidelijke linie, waarschijnlijk in een poging om te profiteren van het feit dat Oekraïners hun reserves naar het oosten verplaatsten. Vandaag heb ik een nieuwe strategische update uitgebracht waarin ik de mogelijke Russische offensieve operatie langs de zuidelijke linie heb geanalyseerd, hoe Russische troepen proberen de Sovjet-diepe gevechtstheorie toe te passen om manoeuvre op het slagveld te herstellen, het maximale resultaat dat Russen kunnen bereiken met een zes maanden durende campagne als alles goed gaat, en wat er zal gebeuren als deze offensieve operatie mislukt. Als je het bekijkt, zul je absoluut alle ontwikkelingen begrijpen in de richting van Orikhiv in de komende zes maanden. Als u de exclusieve inhoud echt waardeert die ik aanbied, Overweeg dan alstublieft om mij te ondersteunen met uw abonnement op mijn YouTube-lidmaatschap. U kunt lid worden en toegang krijgen tot al mijn uitgebreide strategische updates. De link naar mijn YouTube-lidmaatschapspagina staat in de beschrijving hieronder.